Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com. Officiële sponsor van de UEFA Champions League. Kingsley Coman, 1-1. Christensen, de voorzet komt eruit. Lewandowski draaien en bijna trappen. Ja, geen penalty. Ja, toch een penalty, zegt de Turpin. Gedecideerd wijst hij naar de stip. Maar dat is een VAR. Mogen is we uiteraard aannemen, dus, een VAR. Een dozijn minuten zijn we bijna onderweg. Lewandowski. En verkeerde hoek gekozen door Keun. En zo staat het 1-0. Krijgen we de muziek. De French Cancan door de boksen. Lewandowski, dat was wel ja, opnieuw, buiten de 16. Ja, opnieuw hetzelfde eigenlijk. Krijgt hij toch naar de stip? Nee. Het is gewoon een vrije trap. Ja. Heeft hij zich vergist? Moet hij penalty geven? Ja, dan was het er toch in. Ja, het was... Goed dat ze dat dan onder de microscoop leggen. Hè? Even dacht bij die eerste herhaling. Hij mist er zo weinig, deze Robert Lewandowski. De bachelor lichamelijke opvoeding. Zijn tweede gaat in dezelfde hoek. En weer Keun. Die een misrekening maakt. Hè. Die kiest de linkerkant. Ja, goed. Als je dat zo kunt noemen op een strafschop. Daar is Lewandowski. Lewandowski ja. Tegen de paal. Dat is drie. En dan werkt hij hem. Ja, met het klokkenspiel werkt hij hem over de doellijn. Drie goals. Lewandowski, een hat-trick. Hij heeft al twee keer vier goals gescoord in de Champions League. Eén keer nog voor Dortmund in een halve finale tegen Real Madrid. En één keer. Musiala met een beetje ruimte. Jamal Musiala, dat duurt wat te lang. Ja, ja. Hij kon niet echt goed achter de bal kruipen. Ja, Camara mag daar niet beginnen dribbelen. Gnabry vanuit een scherpe hoek. En dan is het al 4-0. Het wordt een bittere pil om slikken voor... Die rode bullet, Serge Gnabry, altijd vierend als een chef-kok. Een half uur ver, Frankie. Ja, 4-0, helemaal. Ja. Müller! Ja, daar is de... 5-0, de forfaitcijfers zijn daar. Thomas Müller, dolgelukkig. Was eigenlijk niet schitterend gestart aan de tweede helft. Een paar keer te makkelijk balverlies, Müller. Maar dan werkt hij deze wel super proper af. Ja, maar dat soort speler is het. Hè. Die blijft het proberen. Hoe vaak hij dan precies de bal al heeft verloren ervoor, ja, dat speelt allemaal geen rol. Mentaal heel erg sterk wat dat betreft. Aaronson, hier zit natuurlijk muziek in voor de Oostenrijkers. Kjærgaard legt hem heel droogjes in de linkerbovenhoek. De invaller die de bal nog niet had geraakt, maar met zijn eerste baltoets ramt hij hem wel binnen. En dus 5-1. Pavard. Sar nog nipt. En dan Müller. Müller, Lewandowski, Müller. Ja, mooi, Müller. En dan naar Leroy Sané, die op die bal stond te wachten. Müller! Ja, fantastische goal. Prachtig uitgevoerd. Dit is onversneden klasse. Vooral van Thomas Müller, want het begint ook eigenlijk ja, bij hem. Ja, het begint hier op de zijkant met Sar, die net die bal nog kon
tikken voor Ulmer weg tot bij deze man. En dan begon hij eraan. Afleggertje, ja. Sané. Dan toch die 7-1, net als tegen Sporting in 2009. Terugmatch, achtste finale. Ja. 8 doelpunten in totaal. Pijnlijk. Maar, ja. Pijnlijk voor Salzburg. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com. Officiële sponsor van de UEFA Champions League.